met een kabelbaan naar de andere kant van het IJ. De gemeente schreef het idee een aantal maanden geleden helemaal af, omdat de aanleg van twee bruggen veel goedkoper zou zijn. De bedenkers van de kabelbaan, Bas Dekker en Willem Wessels, zamelen geld in, omdat ze vinden dat die kabelbaan er gewoon moet komen. Toen dachten wij van nou, als de gemeente dan het onderzoek naar de kabelbaan, een kansrijke kabelbaan, niet voortzet, dan doen we het zelf. Ja, en zo moet de kabelbaan er dus uitkomen te zien. Grote cabines waar ongeveer 40 mensen in kunnen. Er is op dit moment al meer dan 2000 euro gedoneerd. Maar ze zijn er nog niet. Voor het onderzoek is rond de 25.000 euro nodig.